We staan hier op locatie Moerenburg in Tilburg. Hier heeft het aannemersbedrijf Van de Ven in combinatie met K-boring uit België de boring onder de Fatimastraat gerealiseerd. Dat is onderdeel van het blauwe aderstelsel in Tilburg, waarbij om regenwateroverlast in woningen en in straten te voorkomen, een ondergrondstelsel wordt aangelegd van diverse diameters grote boringen, waarin het water wordt opgevangen en afgevoerd naar waterparken. Uniek aan dit project is dat op de locatie waar in eerste instantie een perskuif heeft gestaan om de 850 meter lange boring te maken, nu een waterpark is ingericht. In het waterpark komt al het regenwater uit deze wijk in Tilburg terecht en wordt in de bodem geïnfiltreerd en via het lavafilter achter ons afgevoerd naar een grote watergang. Dit is een schril contrast met de zomer van 2014, waarbij alle huizen en straten in deze wijk in Tilburg nog last van regenwater hadden. Sinds de zomer van 2016 zijn wij er heel trots op dat nu het waterpark in gebruik is en het regenwater nu afgevoerd kan worden zonder overlast voor de omgeving. De geboorde leiding onder de Fatimastraat komt hier achter ons uit in het uitstroomkunstwerk. Het unieke aan dit uitstroomkunstwerk is dat bij hevige regenbuien het water omhoog komt in de 10 meter diepe put en via de brievenbussen uitstroomt in het waterpark. We staan hier op onze boorlocatie aan de Hasseltrotonde in Tilburg. Vanaf deze locatie voeren wij 2 boringen uit van de totaal 4 boringen binnen dit project met een lengte van 3 kilometer. Bijzonder aan dit project is dat ondanks dat we strak tegen de stad aan staan, we de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperken. Vandaag organiseren we een open dag om de buurtbewoners kennis te laten maken met onze techniek en een kijkje te laten nemen in onze boorkuip.